Welke roep wij zijn? De Beertenbladen. Ah, oké. En doet u al lang mee met het... Een jaar of zeven, denk ik. Zo, een hele ervaring. Ja, ja. En heel veel mensen werken jullie hier ongeveer aan? Nou, zijn we met 8 lopers en met 2 vrijwilligers voor te fietsen. Ah, leuk, leuk. En wat voor thema is het? Ja, kikkers. Het is een liedje van Paul McCartney, ja? Volgens mij. Ja. Leuk. Vanuit die Disney-film. Ja, ja. En is dit dan een bepaalde categorie waar je eraan mee doet? Dan vraag ik dat te veel. Nee, niet vergis. Nou, we zijn een algemeen loopgroep. Ja, ja, oké. Okay. En dan het bouwen, is dat een speciale groep die dat doet, of is dat met z'n allen? Nee, we doen alles eigenlijk samen. Ja, ja. Als je loopt, dan moet je bouwen. Ja, nee, dat is ook zo. De voorbereiding is natuurlijk ook leuk. Ja, zeker. Ja, want tijdens carnaval is het zo voorbij natuurlijk. Het is nog 2 weekjes nou. Ja, bijna te kriebelen. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar ik vind het leuk om te zien hoe wij er bezig zijn. Ik wens je in ieder geval een heel plezierige carnaval. Dankjewel, dat dat de temperatuur ietsje beter mogen weten. Het zou binnenkort 11 graden zijn, dus laten we het vasthouden. Ja, in ieder geval veel succes verder. Dankjewel. Bedankt. Zeker nog net, hè? Eentje minder Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier bij de bouwgroep uit Sas van Gent. De Beertenbladen. De Beertenbladen. Hoe kan het ook anders? Hoe kan het anders? Je hebt de Beertenkop en je hebt de Bladen. Klopt. Ik heb zelf ook al jaren op de suikerfabriek gewerkt hier. Dus ik weet wat het een beetje reilt en zeilt. Maar jullie zijn goed bezig. Wij zijn een kleine loopgroep en wij zijn morgen een kleine loopwagentje. Ja? Met een man of 8 à 10 zijn we bezig. En een hoop plezier met bouwen en een hoop plezier in het stuk. Ja, ja, dat is ook wel het belangrijkste. Dat doe je het ook eigenlijk voor. Hè? Het is een beetje een hobby. Ja, ja. Hobby en samen zijn en een beetje plezier maken allemaal. Ja. Met elkaar. En zo moet het. Maar ben je nou een beetje te kriebelen zeker? Want het is nog 2 weken en dan is het zover. Ja. En dan, dus over 2 weken is het zaterdag van carnaval. Want dan hebben we al een half het opzetten. Ja. Ja, dat, vooruit weten is het weer voorbij, man. Het is 5 dagen en het is zo voorbij. Ja. Vlieg voorbij. Sas van Gent is toch heel bekend, ook onze carnaval. En, ja, zeker. En, vooral de beste carnavalstoet van Zeeuws-Vlaanderen. Zeker, en ook allemaal nieuwe dingen. Hè? Dus, altijd nieuwe onderwerpen, is geen thema. Iedereen bouwt wat die een D van hebt en dan wordt een gemaakt allemaal. Ja, ja. Ik ga je veel succes wensen en veel plezier met de carnaval. En hoop ik dat je er goed in de prijzen van. Dat is niet belangrijk, allemaal een mooi stoet en dat is het belangrijkste. Dus hier staat toch voorop, hè? In ieder geval succes verder. Prima, bedankt. Technisch overhaal om het te gebruiken voor de fruitpijntjes, voor de zieken en de zwakke. Behoefte. Gemeentebestuur. Wat staat mij, jongens? Schillen, mannen, dat is kleurig. 6, 4. Een vrolijke beer. Wat vind je ervan, Wim? Wat zeg je? Wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi. Ja, hè? Is dat een van de bouwers? Of is dat iemand. We beelden allemaal beten uit. Ja. Het teken van Sas, allemaal beterkoppen. Ja. Die hand is veel, zoals je ziet. Ja. En ons thema is met een vrolijke beet, hoe regelt Sas weer in. Nou, dat komt zeker wel goed. Hè? Ja, dat is goed. Dat is zeker.
Het ziet er ontzettend kleuren uit en het beweegt. Ja. Is goed de rest van ons ding zit in onze bouwplaats daar vannacht. Dus even, ja, even gaan kijken. We even kijken. Ja. Zo, dat wordt nog secuur gedaan ook. Wat? Dat moet allemaal netjes zijn. Ja, dat heb ik in de hand. En dan hoeveel keer bij hem. Ik zou het toch even niet doen, hoor. Hoe groot is de groep waar hij alles voor doet? 11. Er zijn er toch al 11. Nou, leuk. Ik vind het zo ontzettend kleurig. En, ja, en dan vooral al die suikerpeen, ja. Want daar zijn ze wat beter kop. Is het wel duidelijk dat het niet te zijn? Ja, dat zeker. Dat zeker. De mededeling dat het wel heel kleurig was, maar dat je niet meer kon zien wat het was. Hallo. Hallo. Dat mist. Ik ben blij dat het duidelijk is dat het beter is. Ja, dus, voor mij wel. Want, ik had het niet anders verwacht eigenlijk. Nee, maar ja. Dat is heel erg kleurig. Maar je moet wel complimenten geven dat de kleurenkeuze. Dat het in de stoet heel belangrijk is. Dat moet wel opvallen, hè? Ja, daarom. Ja, zeker. Hoe lang doet u dat dan, mevrouw? Hoe lang ik het ja, al doe? Ja, doet u regelmatig mee? Of, Even kijken, hoor. 16 jaar. Zo. Ja. Dus jij hebt al een beetje ervaring. Ja. En, elk jaar een ander thema? Of een ja, beetje, dat wel. Ja, dat is wel belangrijk. Hè? En wie bepaalt dat dan? Doe dan gewoon met de groep? Ja. Ja. Oh, dan, ik denk dat het wel. Dank je. Nee, dankjewel. Ik denk dat we weer een gezellige boel worden. En, dit ik wens je in ieder geval een heel vrolijke. We zijn een familieclubje, dus ja. We zijn wel heel gezellig. Ja, dus we hebben daar volle voorpret op. Ja, daar zijn we natuurlijk heel jaren mee bezig bij. Op elk familiefeest wordt die carnaval gesproken. Hè? Dat is een. Maar dat zit ook een beetje in uw genen. Ja, daar zijn we ook mee. Als jij hier geboren bent, dan moet je carnaval vieren. Maar ik denk dat het wel gelukt is. En hij ziet hoe jij er weer in zat. In ieder geval veel plezier. Gaan we weer het beste van maken. Oké, succes. Toen we kwam kijken, was het ook goed. We hebben er wel op ingesteld. Ik heb straks naar huis gekomen om mijn kracht onder het handen. We hebben ze goed truiven om wat te passen. Ik vond het heel koud. Ja, dat is het. In de jarige tijden bedoel, hè? Als je hier een korte broek en t-shirtje moet lopen, dan klopt er iets niet. Maar stelt er ook iets voor dat je gaan doen? Wat denk je? Wat gaan we ervan maken? Wat denk je? Wat denk je? Als je ook kijkt. Wat doe je dan? Heel snel. Maar ben je niet zo snel? Ik heb het ook echt. Leven die vrouw, hè?